ANWB die gaf in 1914 zijn allereerste wandelroute uit. Dat is deze. Die liep van Amsterdam naar Arnhem. Van die route is intussen niks meer over. Maar ik heb hem de afgelopen jaar opnieuw in kaart gebracht. En hij voert onder andere langs Hilversum, Zeist, Doorn, Wageningen. En vandaag loop ik de laatste etappe van Hilversum naar Arnhem. En die brengt mij onder andere langs het prachtige kasteel Dorver. En het is smullen dit boekje, want behalve een hele mooie routebeschrijving zitten er hele mooie gedetailleerde kaarten in. Die heb ik weer vertaald naar de kaart van vandaag. En dan blijkt, als je dat doet, dat je nog voor 75% van de route over dezelfde wegen en paden kunt lopen als waar Jan Feit overheen liep in die tijd. Dat is leuk als je zo'n boekje van 100 jaar terug in handen hebt. Soms klopt die beschrijving nog naadloos met de situatie vandaag. Hier bijvoorbeeld. Wij volgen die weg tot Den Viersprong, waar wij rechts afslaan langs een pad dat door Rolands Eck naar Den Italiaanse Weg voert. Wij gaan den zigzag lopende Italiaanse Weg op, om bovengekomen even een kijkje te nemen bij het bekende uitzichtspunt. We steken de straatweg over en komen spoedig in het mooie buitengoed Warnborn. Met zijn heerlijke lanen en fraaie waterpartijen. Nou, dat zie je. Niks gelogen. En gaan dadelijk langs de boerderij Laag Erf en de nieuwe arbeiderswoningen Casanova via de Kempenbergerweg met zijn mooie uitzicht naar het noorden westwaarts. En komen dan op Den Schelmsenweg op Arnhems grondgebied. Dit is de parkweg. Ik zit hier in Park Sonsbeek, zeg maar het Vondelpark van Arnhem, waar iedereen lekker ligt te genieten van zijn vrije dag. Ik ben enorm verrast door de schoonheid die ik onderweg ben tegengekomen, door de fantastisch mooie wandelpaden waar ik over gelopen heb. En ja, ik kan alleen maar aanraden, zorg dat je zo snel mogelijk 6 dagen inplant, achter elkaar of los van elkaar, en ga die route lopen, want het is echt fantastisch mooi.